Een jaar geleden kwamen inwoners van Zetten bijeen om te praten over de toekomst van hun dorp. Op verschillende gebieden stond er van alles in de stijgers en lagen er plannen. Inmiddels zijn we een jaar verder en kwam het dorp opnieuw bijeen. Wat is nu de stand van zaken rondom het zwembad, het energiepark, de woningbouw en natuurlijk de nieuwe wandmolen? Vooral bij dat laatste zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Nou, eentje is dat de apotheek, hoewel die aanvankelijk niet mee zou doen, na overname van de apotheek alsnog aan gaat sluiten bij zeg maar de zorgfuncties die in de wandmolen komen. Dus naast huisarts en verloskundigen en fysiotherapie. Het ontwerp wat de architect nu in concept bespreekt met zeg maar de trekkers van de landmolen en de gemeente in januari, februari toch wel afgerond moet zijn. De nieuwe wandmolen zal dan in 2026 moeten worden geopend. Maar dat is zeker niet het enige dat er nieuw gebouwd gaat worden. Ook komen er heel wat woningen bij, te beginnen met de tweede helft van Zetten Zuid. Nou, bij woningbouw heeft de woonstichting een aantal projecten op stapel staan die voor een deel neerkomen op sloop van de bestaande woningen en nieuwbouw op diezelfde plek. Met meestal een uitbreiding en meestal ook bij in alle gevallen het omzetten naar senior geschikte woningen. En dat er in Zetten Zuid, getrokken door een projectontwikkelaar, zo'n 75 woningen bij gaan komen. De stemmingsplanprocedure wordt binnenkort ingezet. En dat de woonstichting daar ook zo'n 24 woningen af gaat nemen voor sociale huur, voor starters en gezinnen. En dat het project Veldzicht ook eind van het jaar in de bestemmingsprocedure gaat om daar 49 woningen te bouwen, waarvan ook 24 sociaal. En wat ook wel aardig is, is dat, dat er ook twee collectieve woongroepen worden gerealiseerd. Jansen kijkt tevreden terug op de bijeenkomst van woensdagavond, vooral omdat de bewoners over het algemeen positief gestemd zijn. Nou, kijk, wat opviel was dat dat er toch veel mensen aangaven dat groei van het dorp eigenlijk best wenselijk is. Dat ook veel mensen aangaven best bereid te zijn om mee te doen in als vrijwilliger voor kortere of langere tijd. En dat groei van het dorp ook nuttig en nodig is voor het kunnen blijven wonen van jongeren in het dorp. En ook goed is voor de ontwikkeling van het onderwijs, hè, voor de scholen. Het enige grote mysterie blijft de nieuwe Aldi. Het oude filiaal heeft al enige tijd plaatsgemaakt voor nieuwbouw van een XL-variant. Daarover werd in het voorjaar nog het volgende gezegd. Ja. Ze willen voor de Sinterklaas sowieso open zijn. Dat is het doel zoals het nu nog staat en dat wordt op dit moment nog gehaald. Maar met de stoomboot inmiddels al zichtbaar aan de Evenaar, ligt het terrein er nog vrijwel hetzelfde bij als op deze archiefbeelden. Wat is daar misgegaan? Ja, dat moet ik, antwoord daarop moet ik schuldig blijven. Daar zijn allerlei vertragingen ontstaan. Weet ik, maar daar is gisteren ook eigenlijk niks over besproken, dus dat weet ik niet.